onweer met zware windstoten en regen trok vanochtend over Brabant. Storm betekent ook hoog water dat de dijken tegen moeten houden. Windstoten van wel 100 kilometer per uur. Die buien die zagen we al dagen van tevoren ontstaan. We kwamen ruim boven de 30 graden uit. En uiteindelijk heeft die eerste onweersbui die ontstond een hele kettingreactie in gang gezet. Ja, heftige weersituaties kunnen grote gevolgen hebben voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan de maritieme sector, waarin klanten erg afhankelijk zijn van het weer. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Mojo, die concerten organiseert. En ook ProRail is een grote klant die het weer op het spoor wil weten. Wat maakt dat we zo blij zijn met Infoplaza is dat ze helder communiceren. Scherp, eerlijk, transparant, ook als er onzekerheid is. Dat helpt ons in de besluitvorming. Ook diverse waterschappen hebben we moeten informeren, omdat er heel veel water werd verwacht, hè, neerslag werd verwacht. Ja, er waren op die dag veel avondvierdaagses en veel daarvan die zijn direct afgelast. Ja, dan bellen heel veel kranten op, internetredacties van kranten, dat zijn bijvoorbeeld de AD, de Telegraaf. Ik heb die dag ook een liveblog bijgehouden. Nog niet eerder hadden we zoveel bezoekers als die dag. Al die forse regen- en onweersbuien krijgen. Het was een bijzonder hectische dag en ondertussen zat ik te kijken naar een tropische storm in de Golf van Bengalen, omdat daar ook een klant van ons zit. Op zo'n boorplatform of op zo'n schip, daar ben je eigenlijk overgeleverd aan wat er op je afkomt. Ze hebben dan met onze weersverwachting in de hand, hebben ze diverse voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om zo de veiligheid te kunnen garanderen. Uiteindelijk hadden we een heel groot neerslaggebied boven Nederland, precies tijdens de avondspits. Ja, en die werd natuurlijk dan zeer druk. Die dagen daarna was het ook nog warm, broeierig en konden er ook nog diverse regen- en onweersbuien vallen op meerdere plaatsen. Dus je moet ook nog heel goed je hoofd erbij houden voor wat er in de dagen daarna gaat komen. Zodat iedereen op basis van de weersverwachting de best mogelijke beslissing kan maken. Als je verkeerd beslist, laat je mensen in de kou staan. Het is natuurlijk heel moeilijk om een onweersbui te verwachten of die precies over een stadion trekt of een halve kilometer langs het stadion. Het heeft enorme consequenties. Dus die onzekerheden die probeer je altijd in je verwachting mee te geven. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Er zijn heel veel weeraanbieders, maar voor ons is er maar één. Hoogste niveau.